Terwijl hier rond de studio de sneeuw steeds harder gaat neerdalen, hebben wij maar eens even telefonisch contact gezocht met iemand die heel ver op zit in de regen. Iedereen kent wel de digitale encyclopedie Wikipedia. Een groep taalliefhebbers heeft hier ook informatie over het Neder-Saksisch taalgebied opgemaakt. Neder-Saksische dialecten worden gesproken in het noorden van ons land, Groningen, Drenthe, Overijssel, maar ook in Duitsland bijvoorbeeld. De Neder-Saksische Wikipedia heeft een schrijfwedstrijd uitgeschreven en Chris Kenter weet hier alles van en die hebben we nu aan de lijn. Goedemorgen Chris. Goedemorgen vanuit Madrid. Ja, ik ben ook een van Halma. We hebben ze even wil dit hebben in de toldaan die we eigenlijk gebruiken, hè? Ik vind het prima. Goed zo. Ik praat het Drents. Nou, en ik doe het in het Grieks en Willem in het Nederlands. Dan hebben we het allemaal een beetje. Ik is het ook wel een beetje in het Spaans nou, geloof ik. Ja, ik zal hier niet praten, maar na 3 jaar kan het wel. Het Neder-Saksisch dialect, is dat nou een tol of een dialect? Wat allemaal over dat bekijken? Dat is veilig relatief, want er is geen wetenschappelijke afspraak over wat nou taal en dialect is. Ja. Ligt een beetje ook aan de status, hè? Ja. Maar veilig is het een taalsysteem, zoals alle andere systemen. Ja, taalvariant, ik zeg het gerne, streektaal, zo'n beetje om die tweedeling een beetje te vermijden. Ja. En hoe groot is dat gebied waar al deze tolen gesproken of deze dialecten gesproken worden? Het Neder-Saksisch, eigenlijk in het noordoosten van Nederland, ja. Vindt dus nog wel een paar honderdduizend sprekers. Ja. En het loopt door natuurlijk in Duitsland, ja. Plat Duits, dat giet bij de grenzen gewoon zachtjes aan over. Ja. Daar zijn nog veel meer sprekers natuurlijk. Ja. Zijn er nou ook veel verschillen tussen de regio's? En dan bedoel ik Drents, het Plat Duits, Veenkoloniaals, noem maar op. Er zijn heel grote verschillen. In Noord-Drenthe dan heb je natuurlijk een taal die ligt op het Grunnigs. Ja. Als je in Zuid-Drenthe bent, dan giet het over in de Overijssels. Mm. En zo door in Twente giet het over in de graafschap Bentheim in Duitsland. Ja. Nou, even naar de gevaarlijke vragen. Heeft het Fries, heeft dat er ook nog een beetje met te maken? Het Fries heeft natuurlijk veel overeenkomsten met Neder-Saksisch, net als het Nederlands. Want ja. Het bent allemaal Germaanse taal. Dus ze bent allemaal verwant. Ja. Maar wat in Friesland, waar wij meer mee te maken hebben, dat is het Stellingwarfs. Ja. In Zuidoost-Friesland wordt gesproken. Dat is echt een variant van Neder-Saksisch. Ah, precies. Maar we zitten hier in Aard een beetje in overgangsgebied tussen het Grunnigs en Drents. Is daar eigenlijk veel over bekend, hoe dat hier gesproken wordt? Je bedoelt in Haren of? Ja, in Haren, hè? Nou, wat ik begrepen, ik kom mezelf uit, trouwens uit Noord-Overijssel, waar ze nog Drents praten, ja. Op de grens een beetje met Drenthe. Wat ik lezen heb van Haren, het is een forensen gemeente, dus ja. Er is veel volk van buiten. Ja. En er is natuurlijk een beetje een vooroordeel wat in de 20e eeuw hem ontwikkeld heeft. Dat je Nederlands moet praten om vooruit te komen, nou, dat is op zich wel waar. Maar ja. Dan, dat je dan de streektaal maar moet laten vallen. En dat is zonde, maar ja. Dat is gewoon niet waar. Je kunt rustig verschillende taalvarianten naast elkaar laten bestaan. Ja. En dat zal een verrieking weten. En het zal het ook voor Haren weten. Of voor Hoorn, geloof ik. Hoorn? Nou, in Grunnen is nou wat in Hoorn, hè. Er is nou een Anglo-Saksisch Wikipedia. Wat kunnen we er allemaal op vinden? Ja, er is een Anglo-Saksische, er is ook een Neder-Saksische. Ja, een Neder-Saksische bedoel ik eigenlijk, hoor. Daar nou, maar er is trouwens ook een Anglo-Saksische Wikipedia. Er zijn Wikipedia-versies in zo'n 270 talen. Zo. En ook heel veel regionale talen die wie er niet veel vertegenwoordigd bent op internet, maar ja. Juist wel op Wikipedia. Ja. De Neder-Saksische Wikipedia heeft zo'n 4000 artikels nou. Ja. En wij groeien stordig aan, maar wij zijn maar met een heel klein club in. En er zijn nog heel veel mensen die plat praat of de streektaal praat. Ja. En die wel zo'n kunnen bijdragen. Maar wat staat er nou allemaal op dan? Wat staat er op? Alles wat encyclopedisch is. Ja, dus ook, maar eigenlijk vertoold u een andere tool Noord-Neder-Saksisch nou? Het hoeft geen vertalings te weten, je kunt ook zelf schrijven. Maar het concept van Wikipedia is dus een encyclopedie op internet, door als iedereen aan mid kan schrijven. Ja, klopt. Het is begonnen met de Engelse versie. Er is natuurlijk ook een Nederlandse Wikipedia, ja. Waar heel veel mensen aan mid doet. Ja.
En we hebben gewoon de Neder-Saksische versie. En het mooie daarvan is het schieren dat we heel veel regionale artikels hebt over muziek, schrijverijen in de regio, of heel veel uit Grunning. Wat nog niet stiet op de Nederlandse Wikipedia. Nee, precies. Nou, er is ook een aparte website, hè, die alleen nog over het Grunners en Grunnige schrijvers en muziek enzovoort gaat. Nou, hebben jullie een schrijverswedstrijd uitgeschreven. Welke doen we daar mee dan? En waarom hebben jullie dat door? Nou, werkelijk iedereen. Nou, we hebben dit gedaan omdat wij gewoon meer mensen nodig bent om wat diversiteit te kweken op Wikipedia. Het mooie is wel dat we nou al midwerkers hebben uit verschillende regio's. Dus uit Grunning. Ja. Ik zelf doe een beetje voor Drenthe en Noord-Overijssel. We hebben een Twent, een Achterhoeken en een Veluwenaar. Ja. Dat is wel mooi. Maar ja, het bleef natuurlijk een ontzettend klein club in. Ja. Het zal heel schier werden als mensen ook eens probeert om wat in hun dialect op papier te zetten. Ja. Maar het probleem, veel mensen meent dat ze niet kunnen schrijven in hun streektaal. Nee, precies. Dat je nooit gedaan hebt, je leert het ook niet op scholen. Nee. Maar je moet maar gewoon eens de pennen opvatten. Ja. En dan het langzamerhand vanzelf. Ja, en maar niet zo druk te maken om spelling en zo, dat komt allemaal vanzelf aan. Ja, dat wordt wel corrigeerd door jullie, hè? Moet verbeteren. Dat is het organische proces van Wikipedia. Iedereen helpt met, helpt elkaar langzaam beter worden. Ja. Moet ook ergens over gewoon? Is het een speciaal onderwerp dat jullie de BM, dat je zegt van nou, schrijf door eens een verhaal over? Of? Nee, het gaat over de wat, hoe schrijf je op Wikipedia? Ja. Het met feiten weten. Dus ja. je mag geen verhaal uit de doem zoeken, maar je mag schrijven over. Over kniepeties, je mag schrijven over de gaswinning in Grunning, maar je mag ook schrijven over de samurai in Japan. Ja, precies, maar dan in Neder-Saksisch, in Eikenthal, hè? Absoluut. Kunnen we er ook wat met winnen, eigenlijk? Ja, nou, we hebben het nog aardig professioneel opgezet, want we hebben wat contact met streektaalorganisaties. Hier het Huis van de Taal heeft een priest toezegd, de Isel Academie in Overijssel. Het Staring Instituut. Wat voor prijs moet je dan aan denken? Nou, een boek of een cd, wat natuurlijk met streektaal te maken heeft. Ja. En er heeft hem nog niet één aangemeld. De wedstrijd loopt al en loopt voorlopig tot gemeerd. Ja. Als met, dan zullen we het wat oprekken. Ja. Dus wel nou met doet, hij valt die prijs. Oh, kijk, dat is prachtig. Maar waar moeten ze zich aanmelden? Ik denk het makkelijkste is, als je gaat naar Wikipedia.nl. Ja. Dan kun je kiezen of je naar de Nederlandse versie van de Wikipedia gaat, of naar de Limburgse, ja, of naar de Friese, maar ook naar de Neder-Saksische. Ja. Nou, als je dan door op het verblad bent, dan heb je een verwijzing naar de schrijfwedstrijd en dan kom je op een pagina, dan kun je er alles over lezen. Ja, dus dat mag nooit moeilijk wezen. Het is niet moeilijk. Mensen geloven dat het moeilijker is als dat werkelijk is. Ja, nou, dat denk ik wel mooi, hè. Nou, heb je nog dingen dat zegt van nou, dat wil ik nog graag even kwijt? Ja, ik wil graag kwijt dat het Neder-Saksisch even een rijkdom waar wij ons nog niet helemaal van bewust bent. En dat komt ook meer naar voren in de lessen tijd. Je hebt natuurlijk op een regionale televisie, jij boven water had, voor jongeren en alle grond. Ja. In de muziek is er meer en meer te doen. Je hebt natuurlijk Ede Stol als een klassiek voorbeeld van hoe mooi streektaalzang kan werden. Ja, precies. Dit soort uitingen, ik hoop dat het maar blijft steken, want het wordt al mooier. Dus mensen gaan met doen. Hartstikke mooi. Nou Chris, ik hoop dat er heel veel mensen aanbelden en dat het, een heel uitgebreid verhaal wordt. Prachtig. Nou, ik hoop dat mensen in ieder geval komen kijken en ze rondneuzen op een Neder-Saksische Wikipedia. Ja. Wikipedia.nl, dan gooi je er wel. moeilijk woord is, het is nooit in het Grunnigs. Het is nooit te vertolken in het Grunnigs. Je bedoelt Wikipedia? Nee, volgens mij wil dat niet, nee. Dat is ook Wikipedia. Willem gaat nog even met Nederlands afsluiten, maar die keer geen Grunnigs. Zo is dat. Chris, bedankt voor de te woord staan. Ja, gerne. En veel succes met HNFM ook. Ja, oké, bedankt. En veel succes met de activiteit voor Wikipedia. En veel plezier nog in Madrid, hè? Ja, dank u wel. Oké. We spraken met Chris Kenter, hij is van Wikipedia, de Neder-Saksische afdeling.